Roda JC is dit weekend de tegenstander van NEC. In het weekend dat ook het Nederlands elftal moet spelen. Voor trainer Jack de Gier is dat geen enorm probleem. Ja, voor ons is het gewoon een week ter voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Roda JC. En ja, voor de rest zijn er inderdaad wat spelers opgeroepen voor Interlands. En ja, kijk ik als trainer altijd van welke spelers hebben we wel. Dat geldt voor blessures, dat geldt voor opgeroepen spelers. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Dus het is verder voor jou geen extra moeilijkheid op voorhand naar zijn wedstrijd. De voorbereiding is dat niet moeilijk. Nou ja, ik vind dat we een goede selectie hebben, dat we alle posities hebben dubbel bezet. En ik vind dat we ook kwalitatief gezien daar spelers hebben die, die elkaar prima kunnen vervangen. En ja, zijn we niet afhankelijk van bepaalde spelers op bepaalde posities. En ja, vind ik ook dat we een selectie hebben waarin dat je soms afwegingen maakt om spelers te laten spelen. Dat het verschil minimaal is en dat er wanneer er een vervanger moet staan voor iemand op een bepaalde positie. En er zal nu iemand spelen in plaats van Kvida, ja, dan staat hij er gewoon. Dan 7 punten uit de 3 wedstrijden, maar slechts 5 goals door 2 doelpuntenmakers. Hoe vind je dat het nu gaat met aanvallend? Want het is een beetje af en toe wat lastig om kansen te creëren. Dat wordt misschien wel beter, maar hoe kijk jij er als oudspits ook tegenaan? Ja, goed, als oudspits. Ik kijk er gewoon tegenaan. Het is belangrijk om wedstrijden te winnen. En wij zitten nog steeds in een fase waarin we wedstrijden met klein verschil winnen. 2-1 bij Utrecht en 1-0 tegen Dordrecht. Nou ja, dat is prima. Ik ben heel blij dat mijn spitsen de goals maken. Hè? Want een spits die wil altijd in ieder geval van de nul af zijn. En zowel Sven als Ennis, die scoren makkelijk. Nou ja, de rest van het team zal ook moeten zorgen dat hun veel kansen gaan krijgen. En dan gaan ook andere spelers doelpunten maken. En dat zijn we aan het uitbouwen. En dat gaat stap voor stap. Maar daar raak ik niet van in paniek als het nu alleen die 2 zijn. Dus nu vooral punten pakken en het spel, dat wordt wel beter door de week heen? Ja, tuurlijk. Punten pakken is altijd belangrijk, hè, want dat geeft vertrouwen en daar kan je mee verder. En voor de rest moeten we de nodige stappen maken in het voetbal wat we graag willen spelen. En kijk, het pluspunt vind ik, ook weer tegen Dordrecht. Ja, dat was de eerste helft hebben we best aardig gespeeld. Hè. Hadden we bijna 70% balbezit ten opzichte van Dordrecht. En de tweede helft hebben we dat wat minder gedaan. Nou, we hebben aanwijsbare redenen daarvoor. Dat hebben we de spelers ook laten zien. En we weten welke stappen we daarin moeten maken om die wedstrijden dan wat makkelijker uit te spelen. En misschien eerder 2-0 te maken. Want we hebben uiteindelijk tegen Dordrecht ook de kans gehad om 2-0 te maken en die wedstrijd op slot te gooien. En die stappen moeten we gewoon met z'n allen maken. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in deze selectie. En Norbert Ablas kent een uitstekende debuut. Wat fijn is, want hij zal nou de eerste keeper worden. Hoe is dat met Coutinho? Is dat afgelopen? Is dat een besluit geweest met de club erbij? Ja, hij heeft gewoon zijn gevoel laten spreken. En daar zijn een aantal gesprekken uit voortgekomen. En uiteindelijk heeft hij de knoop doorgehakt om te stoppen met betaald voetbal. En prima dat... Dat respecteren we dan. Dat is niet van de ene op de andere dag gegaan. Vooral bij hem niet. En dat is goed over nagedacht, dat is besproken. En uiteindelijk is dit het resultaat. Dan Roda. Ongeveer gelijk begin. 6 punten. Wel een wat moeilijker programma met de jonge Ajax en Twente bijvoorbeeld. En Mario Engels die 4 van de 5 goals maakt. Wat kijk jij van? Wat vind jij van Roda? Want dat is een beetje een ploeg waar je nog niet zoveel van kan zeggen misschien. Nou ja, ik kan wel heel veel zeggen over Roda, want weet je, het is ook een sterke selectie en ze hebben 6 punten uit een moeilijk programma gehaald. Twente uit hebben ze dan verloren, maar ze winnen bij Almere en ze winnen thuis van Jong Ajax, dus ja, er zit wel degelijk kwaliteit in die ploeg. Het is wel een dunne selectie lijkt het, voor mij was het 20 of iets meer dan 20 spelers. Dus ja, hoe ga je zo'n wedstrijd in? Ga je met een of ja, natuurlijk, je zegt 3 punten, dat is gaan we altijd voor. Maar zou je met een gelijkspel ook uit bij Roda tevreden zijn? Nee, wij gaan altijd we spelen wedstrijden om te winnen. En als een tegenstander een dunne selectie heeft, ja, je kan er 11 opstellen en je kan er 3 wisselen. Dus je zou aan 14 hele goede spelers zou je een heleboel hebben.
Dus ja, wij kijken vooral naar ons eigen team. We kijken altijd naar hoe dat we 3 punten kunnen halen. En we kijken altijd naar hoe wij zelf beter kunnen voetballen. En ja, je hebt nou eenmaal een tegenstander. En die gaat het jou zo moeilijk mogelijk maken. En daar moeten wij goed mee omgaan. En in je eigen team heb je vertrouwen, dat is duidelijk. Dankjewel. Zaterdagavond om 8:45 in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Rode JC, NEC.